Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, welkom bij PSV TV. Het is dinsdagavond en we gaan het hebben over talent. En we gaan het ook hebben over een ploeg die afgelopen zaterdag won van ADO Den Haag met 3-2. Het werd een bizarre wedstrijd. En te gast is vandaag de trainer van PSV onder 17. Over zijn talentenploeg gaan we het hebben hier op beeld in gesprek met een van zijn spelers. Welkom Peter. Ja, ik zat even de resultaten van jouw team te bekijken, PSV onder 17. En ik dacht direct kampioenskoers. Ja, geen idee. We zijn heel goed begonnen. We hebben nog niet verloren dit jaar, dus ja, prima gestart. Het gaat best lekker. Ja, het gaat zeker lekker. Ja, ja. Je hebt alleen puntverlies tegen Zwolle volgens mij. Ja, tegen Zwolle. We wonnen de week ervoor de Supercup tegen Feyenoord. En na een mooie strafschoppenreeks. Ja, die we allemaal nog weten van die filmpjes. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Die is heel veel teruggekomen. Ja, en toen moesten we naar Zwolle en toen hadden wij vanaf maandag al het idee van nou... Het is wat losser dan het was. En misschien wel gelukkig verspeelden we daar een punt. Ja, maar verder afgelopen weekend win je weer je kampioenskoers. Durf je het uit te spreken of zeg je dat niet te graag als trainer? Nee, weet je, we moeten bij de eerste 8 komen nu en dan na de winter zie je het wel. Ja. Het zit heel dicht bij elkaar, weet je. Jeugdvoetbal is heel wisselend. Zeker ook de B-leeftijd is zeer wisselend. In de ene week top en de andere week een stuk minder. Dus ja. Geen idee. En waar heeft dat mee te maken, dat wisselende... Leeftijd, ja. Met je wisselende stemmingen bij de jongens ook, erg op zoek naar zichzelf. Dat hoort wel een beetje bij deze leeftijd. Dus dat kan dus ook betekenen dat ja, de ene week of zelfs de ene dag ben je top en de andere dag ben je minder. Ja. Nou, daar moet je een weg in vinden. Hè. Je moet proberen elke dag zo goed mogelijk te zijn. Toch weet jij wat het is om kampioen te worden. Hè? Vorig jaar goed seizoen gehad, kampioen geworden. Hoe creëer je eigenlijk een kampioensploeg? Nou, te zorgen volgens mij dat jongens zich op hun plek voelen. Dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. En daar zorg ik niet alleen voor, daar zorgen wij bij PSV voor. We hebben volgens mij een hele goede setting waarin jongens zich enorm goed kunnen doorontwikkelen. Ja, en uiteindelijk komt het dan bij elkaar. En als je een goede groep met spelers hebt, dan ga je meedoen op het kampioenschap. En dan uiteindelijk dwing je dan een kampioenschap af, denk ik. Ja, en dat is vorig jaar gebeurd. Dat is vorig jaar gebeurd. Dit jaar ook alweer. Maar goed. Dat zou mooi zijn. We gaan even kijken naar de actualiteiten. En daarna gaan we uitgebreid verder praten met Peter Unicum. Maar eerst even naar PSV vandaag. Als eerste van alle internationals arriveerde Davy Prupper aan het eind van de ochtend weer op de hertgang. Prupper zal met gemengde gevoelens terugkijken op de 2 interlands met Oranje. Vrijdag had hij een goede invalbeurt en winst tegen Wit-Rusland. Gisteren een basisplaats, maar wel een nederlaag tegen Frankrijk. Philippe Cocu stond vandaag met 9 spelers op het veld, inclusief Luc de Jong die hersteld lijkt te zijn van een hoofdblessure. En Oleg Zinchenko is ook weer helemaal fit. Talentvolle... Ja, lichtvoetig, bewegelijk, sterk in de combinatie, goed overzicht, geweldig linkerbeen. En zijn we blij dat die fit is en dan gaan we hem ook zeker nodig hebben. Tot slot de PSV vrouwen en kledingsponsor Carrera Jeans. Zij hebben hun samenwerking verlengd. Ja, de mannen komen natuurlijk uit die interlandweek. Hoe was het bij jou, die leegloop afgelopen week? Nou, wij zaten de week ervoor. Ja, ik ben zelf ook assistent bij het Nederlands team onder 17. Dus ik was zelf ook weg. En dat is soms wel eens moeilijk. Er waren 2 jongens mee buiten ons. Ja. Er waren een aantal Belgische jongens die interlands gespeeld hebben. Dus ja, er zijn altijd jongens weg. En dat zorgt altijd voor een andere dynamiek in zo'n groep. Ja. Hoe blijf je dan achter? Wie doet de training in dit geval? Nou, Adil Ramzi is mijn assistent. Samen met Ruud van Nistelrooy pakt hij dan heel veel training op. Nou, dat is natuurlijk ook super goed voor de jongens. Ja. Andere gezichten en andere informatie. En dan kom je weer terug. Ja, dan is het toch weer even wennen aan elkaar. Hoe was de week geweest? Hoe hebben de internationals het ervaren? Maar het lijkt me ook lastig voor jou. Als je aan het hoofd, aan het roer staat altijd van het team en je moet het weer loslaten. Hoe combineer je dat? Ja, dat is soms lastig. Omdat je na een wedstrijd, dan vaak zondags verzamelen wij met de nationale teams. Dus je kan dan de wedstrijd niet terugkoppelen en dan gaat er een week overheen. Ja. Dus soms is dat wel eens moeilijk. Maar goed, dat probeer je wel zo goed mogelijk te doen op het moment dat je terug bent. Door even dingen bespreekbaar te maken van hoe was jullie week of anderhalve week. Hoe was het bij de internationals? Nou, en dan af en toe als trainer even jongens aanspreken van hoe het ermee is. Maar die combinatie vind je prettig eigenlijk zoals die nu is?
Dit is een topcombinatie. Ja. Weet je, ik werk hier bij een topclub, maar internationaal wordt er nog wat meer gevraagd. En dat is mooi om dat weer mee terug te nemen naar de club. Ja. Daar hebben de jongens ook wel veel aan. Ja, goed. We gaan straks verder praten. Eerst even naar afgelopen zaterdag. Het team van Peter Uniken, PSV onder 17, speelde tegen ADO Den Haag. En dat werd een krankzinnige wedstrijd. Vorige week oefende PSV. Het oefende tegen NAC Breda. Dat won toen met 3-1. En hier is Seko Sidibé met een mooie volley. Dicht bij de openingstreffer van deze middag. En het ging dus goed met PSV in die openingsfase. Dat kreeg de kansen. De keeper van PSV, Lucas Derks, eigenlijk niet gezien. Tot het moment dat dit gebeurt. Een rode kaart voor Davy van den Berg. Een overtreding en scheidsrechter Voice vindt dit een rode kaart. En dus moet PSV verder met 10 man. En dan is het even puzzelen. Unieke overlegt meteen even met zijn spelers. Zet het meteen neer. En dat was vlak voor de rust. En dan wordt het moeilijk na rust, zou je zeggen. Maar dit is een hele goede kopbal van Joop Daniels. De spits van PSV onder 17. De corner van Sidibé. En kijk dadelijk even het vrijlopen van Daniels. Hij begon bij de keeper. Gaat precies goed die ruimte in die vrij was. Maar daarna is de euforie van korte duur. Want ADO Den Haag komt gelijk met een penalty. En het wordt nog erger voor PSV. Want dit is Delano Ladan. Via het been van Davenveld, de handen van Derks. Staat PSV opeens met 2-1 achter en dan wordt het lastig. Maar dit is Abou Koné, centrale verdediger. Zou je niet zeggen aan zijn techniek. Want dit is een prachtig doelpunt. Ontzettend rustig gebleven door die jonge verdediger. 3 man het bos in gestuurd en hij zet de 2-2 op het scorebord. En met 10 man is dat gewoon een prima resultaat, zou je zeggen. Maar dan is het de beurt aan Tjunaid Blackson. Kom erin. Was vorige wedstrijd door centrale verdediger. Kom er nu in als spits. En kijk die blijdschap, die euforie. Lekker ouderwets juichen. Want hij zet in blessuretijd zijn ploeg met 10 man op een 3-2 voorsprong. Het is misschien een beetje geluk. Maar hij gaat goed door. En hij zorgt dus voor de beslissing. PSV onder 17 wint met 3-2 van ADO Den Haag. Ja, ik omschrijf hem als krankzinnig. Hoe zou jij hem omschrijven? Ja, knotsgek heb ik na de wedstrijd in een paar appjes gezet. Ja. Wat zeg je tegen je ploeg als je weer even tot elkaar komt na zo'n wedstrijd? Alleen maar een groot compliment. Als je met 10 man zo'n wedstrijd kan winnen. Zeker na, je komt dan heel mooi, heel goed voor. En dan kom je achter. Nou, dan met 10 man is het super lastig. En dat je dan toch nog kan winnen, ja, dat vraagt alleen maar complimenten. Dus ja, enorm trots op de ploeg dat ze die wedstrijd winnen. Ja, maar is dat mentale weerbaarheid, is dat mentale kracht van deze ploeg? Ja, absoluut. Ja? Dat is absoluut de kwaliteit van die ploeg. Die blijven gaan, die blijven erin geloven. En je ziet ook het juichen, weet je, ook jongens die aan de kant zitten, die liggen bovenop die stapel spelers. Ja, dus dat zegt heel veel over dit team. Ja, en toch, ik zeg mentale kracht. Is het ook een mentaal dingetje dat je onnodig een rode kaart pakt? Ja, nou ja, ik heb hem vanochtend teruggezien inderdaad. Of het echt rood is, ja. Wij hebben de twijfels. Ik zei aan de kant van wel. Maar het gaat meer om het moment. En ja, nou ja, dat is, we hebben het over leren. Nou, dit is een leerproces. Die bal hoef je niet zo aan te vallen, weet je. Dit duel moet je niet zo spelen. Nee. Dus dat is een hele harde leerschool voor Davy van den Berg in dit geval. Ja. Soms moet je dit ervaren om daar weer van te leren. Beseft hij dat ook direct op dit moment? Ja, hij beseft het wel. Weet je. Hij bood excuses aan naar de tijd. Nou ja, dat hoeft voor mij ook niet in de zin van, ja, weet je, doet alles aan om zo'n duel te winnen. Alleen het is niet de goede manier. Maar goed, hij vindt dat hij zijn team in de steek laat, dus heel goed van hem. Ja, en hij moet die lering uittrekken dat hij zijn duels anders moet spelen. Ja, nou, straks laten we een momentje zien waarin je toch de wedstrijd over de streep trekt. Maar wat gebeurt er na die rode kaart? Want jij gaat iets vertellen aan die jongens. Tactisch zet je iets om, blijkbaar. Ja, nou ja, ik had mijn hele praatje klaar voor de rust. Dit is 1 minuut voor rust, dus dat propje er kon weg. Ja, en dan moet je het heel snel neerzetten. Hè. Dus hoe ga je dat doen? Dit zijn situaties die je wel eens bespreekt, maar nooit kan trainen. Nee. Dus ja, wat doe je? Hè? We hadden ervoor gekozen om met 4 verdedigers, 4 middenvelders en een spits te spelen. Ja. Nou, dan maak je snel een goal, maar eigenlijk werkte dat niet heel goed. Nou, toen kwamen we achter, toen hebben we dat nog een klein beetje veranderd. Zijn we met 2 spitsen gaan spelen, 3 middenvelders en 4 verdedigers. Ja, toen ging het daar goed. En toen kwamen we in de wedstrijd, toen maakten we ook de 2-2. Ja. En toen zeiden we aan de kant tegen elkaar, we gaan nog winnen. Dat is dan nu heel makkelijk praten, maar dat gevoel heb je in zo'n wedstrijd. Maar waar zat dat dan in, dat geloof?
Hoe je als team in zo'n wedstrijd zit, zelfs met mensen minder. Zij kwamen eigenlijk niet tot echt kansen, de hele tweede helft niet. Nee. En wij hadden wat meer lef in het naar voren spelen en het idee van ja, alle ballen die vielen waren voor ons. Ja. We hebben altijd dreiging, we hebben kwaliteit met jongens die iets kunnen forceren. Ja, en uiteindelijk gebeurt dat. Dus dan komt Tsunaid Blackson, speler van Excelsior Maassluis, op amateurbasis overgekomen. En die doet dan dit. Omschrijf dit moment eens even. Ja, wij spelen een lange bal en die valt daartussen. Hè. Koen Oosterbrink staat heel goed, die brengt hem weer in. En Sam van den Broek speelt het duel. Ja. Ja, en hij, Tsunaid, ik had tegen hem gezegd, je moet gewoon op alle ballen rennen. Ja, dat doet hij prima. Ze schieten gelukkig tegen hem aan. Ja. En ik hoor ze echt gelukkig, ja, geluk dwing je misschien ook wel af. Ja, die valt voor zijn voeten en moet ik zeggen, voor hem wel heel mooi. Gezien inderdaad waar hij vandaan komt, dat hij deze bal maakt. Ja, maar het bizarre is, het is een verdediger. Nou moet ik zeggen, hij is altijd spits geweest. We hebben hem de kans gegeven om bij ons als verdediger inderdaad in de opleiding te komen. Ja. Maar soms gebruiken we hem op deze manier om iets te forceren. En dat is ook wel eens handig. Ja, en dat werkt heel goed. Ja, dus, en zijn rol gaat misschien wel veranderen? Want het is een heel grote, het ja, is het is een hele grote kerel. Hij blijft zich ontwikkelen als centrale verdediger. En af en toe wordt hij als spits eens een keer gebruikt in een noodscenario. We hebben bijvoorbeeld in de Supercup tegen Feyenoord hebben we hem ook als spits gebruikt om iets te forceren. Nou, soms kies je daarvoor en nu pakt het heel goed uit. Ja, herken je iets van jezelf in een van deze jongens? Hoe jij vroeger voetbalde? Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Nee, ja, dat zou ik echt niet zo weten. Denk je nog wel eens terug aan die tijd dat je zelf voetbalde? Ja, lang geleden, hè? Nee, heel af en toe is, weet je, dan komt dat eens een keer terug. Ik heb twee kinderen die voetballen, dus ja, weet je, dan komt er al eens een band voorbij. Zeker bij opa die de banden verzamelt. Hè? Dan zie ik mezelf eens terug. Ja. Steeds minder. Ja, steeds minder. We hebben even contact gezocht met opa. Die heeft een videobandje opgestuurd. En die moesten zelf er best wel om lachen. Kijk even mee. Peter Uneke tijdens PSV Den Bosch. Van Bommel met zijn vrije schop. Verder voor op Hesselink. En dan is dat een goal van Cocu. Zijn 100ste als betaald voetballer. Wat gebeurt daar nou? Ja, zijn vrije trap die wordt snel genomen. Vennevoel loopt in mijn rug weg. Ja, dat mag niet gebeuren, hè. Dat vertel ik de jongens ook. Je moet zorgen dat je goed staat. Maar. Ja. Dus dit moment ga je meenemen naar de kleedkamer. Ja, zo, jongens, zo moet het niet. Nee, misschien moet het soms maar eens zo. Hè. Of word je dan uitgelachen door die gasten? Nou, ik weet het niet. Weet je. Ja. Volgens mij is het ook leuk om af en toe eens te zien. En voor jezelf ook. Ja, wat ook leuk is om te zien, dit zijn natuurlijk allemaal mensen. Hè. Je ziet Cocu, je ziet Van Bommel, je ziet Vennevoel of Hesselink zie je allemaal voorbij komen. Jij hebt hier tegengespeeld, nu werk je met ze samen. Is dat een aparte wending voor jou? Ja, maar ook een hele leuke. Weet je, apart in de zin van dat het mooi is om met hun te werken. Omdat het natuurlijk kwaliteit is. En dat is volgens mij ook de kracht van PSV. Ja. Ik las van de week een stukje dat er hoeveel ex-profs inmiddels werkzaam zijn binnen de club. En dat is volgens mij de kracht van PSV. En dat is heel mooi om daar onderdeel van te zijn. En het verbazen, dat is na één dag weg. Ja, maar achtte je dat toen realistisch? Met deze man ga ik ooit samenwerken? Nee, niet. Maar ja, toen had je nog niet echt een beeld. Weet je, toen was ik speler, toen dacht ik er überhaupt daar nog niet zo over na. Nee. Maar ook niet bij mijn start als trainer, die is bij Den Bosch geweest. Ja. Daar heb ik 2 jaar gezeten. Toen kreeg ik de kans om naar NEC te gaan. Daar kon ik als fulltime trainer gaan werken. Ja. Ja, weet je, dus dat had ik ook niet voorzien, maar dat kwam op mijn pad. En is dat dan meer een toevalstreffer geweest, dat je de trainer bent geworden? Ja. Nou, niet dat ik trainer ben geworden, want dat had ik al wel van ja, weet je, dat wil ik. Op een gegeven moment kom je in op een moment in je carrière dat je denkt van ja, dat vind ik interessant, daar ga ik me in verdiepen. Ja. Dus dat is wel een bewuste keus geweest. Alleen ja, de weg die je bewandelt, soms is dat gelukkig. Hè. Ik kwam bij NEC en uiteindelijk kwam ik bij PSV. Ja. Ja, dus dan heb je het geluk dat je met zulke mensen mag werken. PSV onder 17 wil ik weer naartoe. Jouw team, hoe groot is het vergrootglas dat op dit moment op zo'n team ligt? Nou ja, groot. Eigenlijk valt het wel mee. Weet je, het is een van de teams in de opleiding. Alleen we zitten in het profplan. Ja, dus in zoverre van groot last dat het presteren komt er ook echt bij. Ja. Dus dat maakt het wel een andere benadering. Weet je, het gaat echt beginnen. Ja, maakt dat deze leeftijdscategorie crucialer dan al die andere leeftijdscategorieën? Nee, anders. Weet je, daar leg je de basis voor je ontwikkeling. En nu komt het presteren erbij en worden er eerder keuzes gemaakt in wel of niet spelen. Soms is hele wedstrijden niet spelen. Ja. Dus ja, dat komt in dit stukje wel erbij. Ja, die jongens zijn, wat ik al zei, erg op zoek naar zichzelf.
hoe ga ik daarmee om? Hè? Die moet zichzelf nog een beetje ontdekken. Maar die moet ook alles nog samen doen. Dus ja, dat is best lastig in deze leeftijd. Vraagt dat om een andere benadering ook als je de ervaring hebt, hè, met topniveau, profniveau, volwassen mensen. Vraagt het om een andere benadering deze leeftijd? Ja, nou, dat überhaupt. Weet je, ja. Volgens mij werken wij met kinderen en vraagt dat sowieso een andere benadering. Hè? Kan je niet altijd, zoals in de profwereld, de bottenbel erin zetten. Want daar word je volgens mij niet beter van. En dus je moet dat proces begeleiden. En de ene keer is dat met een schouderklop en de andere keer een schop onder de kont. En dat vraagt ook nog weer per speler wat anders. En al die jongens zijn in een andere fase in hun ontwikkeling. Ja, ja. Sekou komt naar voren, die traint de hele week bij de A1. Die is al veel verder. En andere jongens zijn daar helemaal nog niet aan toe. En dus, het is heel individueel gericht. En dat maakt het soms wel eens lastig als trainer ook, weet je, dat vraagt veel van je. Het is ook niet erg dat sommige jongens wat eerder, zeg maar, op een ander niveau meetrainen dan anderen. Nee. Wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Dit team en het team van vorig jaar werd gezegd, het is echt een waanzinnig talentvol team. Nou, misschien zit dat in individuele kwaliteiten, hè, die uiteindelijk dat heel goed kunnen. Maar dit is een heel goed team, waarbij jongens misschien wat langer duurt voor ze zich ontwikkelen. Het team van vorig jaar was al, toen ze in de onder 17 kwamen, werd er gezegd, ja, dat zijn talentvolle spelers. Ja. Dus die waren misschien wel wat verder in het proces al van een goede speler worden. En voor deze jongens geldt, die hebben misschien wat meer tijd nodig. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het geen goede spelers zijn. En volgens mij ben je dat wel, anders speel je niet in PSV onder 17. Maar wat bepaalt dan die doorstroming naar een stap hoger? Ja, dat verschilt per individu. Weet je, dat kan fysiek zijn, dat kan voetbaltechnisch zijn, tactisch zijn. Sommige jongens zijn gewoon toe aan een stap omhoog, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling. Die hebben misschien een hogere weerstand nodig om de volgende stap te maken. Wat is het doel dit jaar? Het doel voor mij? Ja. Of voor ons? Nou ja, weet je, voor de jongens zal dat kampioenschap zijn. En voor mij geldt het om zo goed mogelijk als team te presteren. Ja. Weet je, ik hang daar niks aan, weet je, dat gebeurt of dat gebeurt niet. Voor mij gaat het om dat de jongens zich zo goed mogelijk ontwikkelen. En zoveel mogelijk jongens die volgend jaar doorgaan naar de onder 19, om daar een bijdrage te leveren. Maar dat is volgens mij voor elke trainer. Hè. Je moet zorgen dat de jongens zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Ja, koppel je daar een percentage aan? Zeg je, nee, dit is het doorstroompercentage. Nee, want dat heeft ook mee te maken wat voor groep boven en onder je zit. Ja. Dus dat is altijd lastig, vind ik. Oké. We gaan afronden. We gaan kijken wat er morgen in PSV TV zit. Morgen praten we uitgebreid met Philippe Cocu over de eerste 8 competitiewedstrijden, duels in de Champions League en natuurlijk de bekerwedstrijd. Hoe ziet de rest van het programma er voor jou uit tot aan die winterstop ongeveer? Tot aan de winterstop voor mijzelf bedoel je? Ja. Ik heb 2 keer nog een stagedag met Nederland. Dat zijn 2 dagen in Zeist. En voor de rest met het team. Elke week spelen, af en toe een weekendje vrij. We zijn vrijgeloot voor de komende bekerronde. Door en bij de eerste 8 komen als team. Dan gaan we na de winter de eredivisie in naar de top. Ja. En dan kijken hoe ver we kunnen komen. Mooie uitdaging. Absoluut. Heel veel succes ermee. Dank voor Dank je komst. U bedankt voor het kijken. En morgen dus een uitgebreid interview met Philippe Cocu, de hoofdtrainer van de PSV 1. Ik wil u bedanken voor het kijken en heel graag tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.